rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dim. And every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed. Shall not fade, nor lose possession of that
this gives life to thee. Ilja Reijngoud, Fay Claassen en het Metropole Orchestra onder leiding van Vince Mendoza. Ja, één ding wil ik toch even weten. Nou zijn er zoveel tekstschrijvers nog in leven. Waarom Shakespeare? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat die teksten van Shakespeare universeel zijn. En als je het vergelijkt met veel teksten van standards, iets diepgaander. Als ik zo vrij mag zijn. Dat mag, vooral vanavond. Ik ga even tussen jullie instaan. Fay, aan jou dezelfde vraag. We kennen jou van heel veel verschillend repertoire. Van prachtige versies van standards, nieuw repertoire. Ga jij anders om met deze teksten? Nou, de Shakespeareaanse taal is natuurlijk niet de dagelijkse kost voor een jazzzangeres. En ik heb er echt heel diep in moeten duiken om deze teksten te kunnen begrijpen waar ik het over had. En uiteindelijk, ja, door de diepgang van de teksten en ook door de prachtige composities van Ilja is het een ongelooflijk inspirerend project geworden. En natuurlijk, deze prijs is gewoon de kroon op zo'n mooi project. Daar zijn we heel blij mee. Het is, zoals ik al zei, een cd die eigenlijk nu al klassiek is. En ik ga alle wetten van de emancipatie trouw zijn. Ik ga deze gedeelde prijs, want hij is voor jullie allebei, geven aan de man die de kwartet het naam gaf. Ilja, voor jullie allebei. De Edison, uw applaus. Applaus.